40% van het geproduceerde groente en fruit bereikt niet de mond van de consument, maar bederft. Verpakking is ontzettend belangrijk om groente en fruit goed te houden. Het kan zelfs de houdbaarheid verlengen. En daarover praten we met Ivo. Groente en fruit hebben zuurstof nodig om vers te kunnen blijven. De levensprocessen, ook na de oogst van groente en fruit, die blijven actief. Alleen het product gaat wel al achteruit, omdat het afstervingsproces is begonnen. Aardappelen, groente en fruit ademen verschillend. Dat heeft te maken met ras, maar kan ook te maken hebben met herkomst. Blauwe bessen uit Chili ademen anders dan blauwe bessen uit Nederland. De mate waarin het product respireert, de snelheid waarin het respireert, dus ademt, kan te maken hebben met de bederfelijkheid van het product. Hoe hoger hij respireert, des te sneller is het product aan bederf onderhevig. Essentieel om het product langer vers te houden is A, de ketentemperatuur van belang, maar ook de verpakking. De hoeveelheid zuurstof er uiteindelijk in de verpakking terecht komt of kan ademen. Het aantal gaatjes, dus het aantal perforaties en de grootte van het aantal gaatjes bepaalt de mate waarin het product vers blijft. Perfotec levert apparatuur om op een snelle manier de respiratiefrequentie van verse groenten en fruit te meten en de verpakking daarop aan te leveren. Na de oogst worden aardappelen, groenten en fruit gemeten in een ademhalingsmeter, een respiratiemeter. Aan de hand van 6 metingen van 4 uur kunnen wij de perforatie van de verpakking bepalen. Die perforaties zijn minuscule kleine gaatjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn. De enige wijze waarop we kunnen laten zien dat er daadwerkelijk gaatjes in de verpakking zijn, is om een verpakking onder te dompelen in water. Door het meten van de ademhaling van het product zijn wij in staat om de juiste hoeveelheid gaatjes of perforaties in de verpakking daaraan op een natuurlijke wijze te kunnen aanpassen. 1 of 2 of 3 gaatjes meer of minder kunnen uiteindelijk de versheid van een product met enkele dagen verlengen. We zijn in staat om het afstervingsproces op deze manier uit te kunnen stellen door het zuurstofpercentage naar beneden bij te stellen. Door gebruik van zo'n soort technologie zijn retailers in staat om hun derving op de AGF-afdeling te kunnen reduceren. De waste op een AGF-afdeling in een service supermarkt ligt op dit moment tussen de 80 à 100.000 euro per jaar. Voor ons als leverancier van het fruit van onze telers is het onze missie om te zorgen dat het product in de optimale conditie bij de consument komt. In een bijzonder zacht fruit, zoals blauwe bessen, frambozen, bramen, rode bessen, aardbeien, maar ook kersen, die hebben een voorzichtige behandeling nodig en een zorgvuldige aanpak. Wij doen al het mogelijke om het product op de optimale wijze bij de klant te krijgen. De respiratiemeter dat geeft ons de mogelijkheid om het product op die wijze te verpakken dat het langer vers blijft, wat in het voordeel is van zowel onze telers als van onze klanten. Mijn tip: wees je als aardappelen, groente en fruitondernemer bewust van de technologieën die er zijn om een duurzaam concurrentievoordeel te realiseren.